Gang Geek Studio live! Woe! Vanavond? Ja, vanaf 6 uur gaan we knoetershard live vanaf van dit podium hier. En al denk je van waar is hier, is Hoogkaterijnen. Dus kom vanavond gewoon eventjes langs. Ja. Terwijl Rowan gewoon eventjes herrie loopt zo, met zakken met die tas aan het kraken. Ja. Is terwijl er ontzettend gewoon omraken. Aan het werk zegt hij dan. Ja, want we gaan zo een doorloop doen. En wat ik heb hem nog steeds niet binnen, Dennis. Ik heb hem echt zo verstuurd. De doorloop. Ik wil best een doorloop gaan doen. Wat ik zo meteen ga, of misschien ga jij het wel uitleggen, want ik ben nu aan het praten. Ik heb wel een timeline nodig voor de doorloop van vanavond. Er ligt overal timeline. Als je gewoon even je ogen open zou doen, dan zou je het 100 timelines nee, ik moet het eerst proeven. Ik moet het lezen, proeven, op me erop instellen. Gaan en dan we pas dan? Nee. Rennen even naar boven? Nee. Ik ga naar boven rennen voor de tijdlijn. Oh, dat duurt zo lang, man. Blijf allemaal andere dingen. Ik moet me voorbereiden op de doorloop. Ik moet nog allemaal camera's aansluiten en dat soort dingen. En dan gaat Dennis zijn telefoon hier laten liggen en dan ga ik Nickelback liken op Facebook. Ik ga Nickelback liken. Hoe werkt dit? Ik zit er al op. Het gaat niet aan. Kut. Godzak. Ja. Manisch op knopjes drukken, dan flip ik het omhoog. Facebook. Come on. Even zoeken. Hoe doe je dat ook alweer tegenwoordig? Jezus. Ja, Nickelback. Check. Nickelback. Enter. Gewoon zoek het. Godverdomme, dat gaat niet op tijd zijn. Nee, kut. Dat doet het niet. Het internet is hier te traag. Godzakken. Oké. Leuk. Doorloop. Oh nee. Timeline. Zo. We hebben 3 gasten vandaag, waaronder Jeronimo. Jeronimo. Ronimo, hier uit Utrecht. Een indie studio, maar mijn grote vraag is eigenlijk of het nog wel een indie studio is. Hoe heet die? Van Ronimo. Swords and Soldiers 2. Ja, de game. Hoe heet? Ja, dat moet ik even nog opschrijven. Hoe vet zou het zijn als je... in foto's te kijken, jij? Nee, ik probeerde Nickelback te liken. Ik zag dat jij in mijn foto's zat. Ik zat op Facebook en ik probeerde Nickelback te liken. Moet ik de naam van Ronimo? Nou ja, hoeft niet. Maar ik dacht, dan heet hij misschien Jeroen en dan is het eigenlijk Jeronimo of zo. Nee, dat lijkt Jeroen. Het is wat anders. Okay. Maar ik ga dat niet allemaal lopen opzoeken. Nu samen straks allemaal bijvoegen. Dat moet er wel bijgezet namelijk. Ja, dat gaan we ook doen. Anders kan ik niet zo een live in je oor fluisteren van... Hij heet Jeroen. Kijk, het is echt makkelijk werken met Jeroenimo. We hebben alles op je in kunnen vullen, maar nee. Jelle gaat dan eerst vragen en doen. En ik ben een vraagsteller. Ja. Notoire. Maar we hebben Ronimo, we hebben Speelbaars, we hebben Flow Studios die een game gaan laten zien. Dus best wel veel. Oké, ja, en dat zijn alleen nog... Dat zijn de gasten inderdaad. Alleen nog maar de gasten. Ja, dus sommige games gaan we ook gewoon hier live spelen vanaf Crackers. De gamebank. De gamebank. Nu nog ontzettend rommel zien. Ja, straks niet meer. Nee. Wat hebben we nog meer? Prijsvraag natuurlijk. We gaan een goodiepakket weggeven met verschillende vette goodies. Van? Van alles wat. Van alles wat? Dus vette t-shirt. Dat heb jij bij elkaar geraapt. Bij elkaar geschraapt, speciaal voor jullie. Vet. Hashtag GK Studio. Wat hebben we hier nog meer? De E3 natuurlijk. Ja. En we hebben Pascal. Ja, Pascal komt meedoen deze week. En we hebben inderdaad een hele vette vooruitblik naar wat we allemaal op de E3 gaan misschien denken te gaan zien. Ja, absoluut. En nog meer. Dus, en daarvoor moeten we dus een doorloop doen. En een doorloop is gewoon een technische check. Gewoon voordat we live gaan, want anders gaat het geheid mis. Maar nu niet, want we doen een doorloop. Een doorloop is dus gewoon een dubbel dus checklist. Ik ga jullie nu vragen de camera uit te zetten, want we moeten gaan doorlopen. Ja, we gaan doorlopen. Houdoe.